Ja, mijn naam is John de Kok. Ik ben een van de eigenaren van College Centra Nederland. En ik sta uh, vanuit die hoedanigheid ook voor de DC-klinieken van uh, vandaag. Mijn naam is Idef Marion, regiomanager manager bij Zuidoostzorg, de andere partijen van uh, de kopende partijen. We hebben niet afgesproken, uh, John, hoe we het uh, gaan doen, maar zal ik een uh, aftrap nemen en hem uh, aan jou doorgeven. Want ik denk, dank. Dank vooral voor uh, heel veel informatie, heel veel delen en heel veel input wat we vandaag hebben meegekregen vanuit al die groepen. Ik denk dat voor ons uh, de verhalen, de plannen uh, een gezicht zeg maar, hebben gekregen, een inhoud hebben gekregen en dat nou, voor ons helder uh, is wat er leeft en wat er speelt en welke rol wij daarin kunnen uh, gaan spelen. Concreter uh, richting contract misschien nog, uh, John? Ja, want uh, wat ik vanochtend al aangaf, hè, uh, voor ons zijn er nog twee obstakels. Uh, eerste obstakel is natuurlijk een, een, een contract met uh, de meest prominente zorgverzekeraar. Maar dat is niet alleen maar met die zorgverzekeraar, want je moet een contract hebben met alle zorgverzekeraars. Hè. Dat uh, moeten we niet vergeten. En het tweede is natuurlijk ook nog steeds uh, het vastgoed. Uh, dat staat helemaal los hiervan. Uh, uh, maar wij zijn natuurlijk wel erg benieuwd wie straks uh, onze verhuurder gaat worden. En wat voor eisen die gaat uh, stellen. En je kunt je voorstellen dat ook dat best wel een belangrijk uh, aspect is. Want als je niet weet wat voor uh, huurprijs je moet gaan betalen. Hè, dat geldt ook bij u thuis. Dat geldt ook voor ons. Uh, ja, dan uh, moeten we dat wel goed, uh, goed doorrekenen. Dus er zijn twee belangrijke dingen die, uh, waarvan we hopen eigenlijk dat er de komende 48 uur uh, zeker duidelijkheid in uh, gaat uh, komen. Uh, dus uh, voor ons maandag is een spannende dag, uh, want dan uh, zitten we weer uh, met de nodige partijen om, uh, om de tafel, zodat we eigenlijk hopen om uh, dinsdag uh, in ieder geval voor ons een hamerstuk uh, te hebben uh, en dan ook inderdaad echt de plannen die we al hebben, He, want uh, snel open, lees ik. Nou, uh, we hadden eigenlijk al gehoopt, nu maandag. Want we hadden een plan A, dat was maandag open. Met inderdaad een aantal van de specialisten om te starten, zoals ook hier werd aangegeven. Nou, dat, uh, dat plan A heb ik even uh, gisteravond, uh, althans eigenlijk al een beetje donderdagavond, uh, van mijzelf even opzij geschoven. Uh, maar dus een volgende plan staat natuurlijk al klaar. Uh, en wij mikken daarmee op uh, uh, maandag 26 januari. Wat ik ervan vind, ja, ja, nee. nee, nee. Oh, uh, absoluut, kijk, wat je, wat je ziet, hè, als je te maken hebt met, uh, met zorg en je gaat, uh, zoals uh, nou wij als uh, ondernemers in de zorg, dan zie je al heel snel dat daar betrokkenheid bij komt. Zorg, die, dat nodigt gewoon betrokkenheid uh, uit. Uh, nou zit ik in heel veel plaatsen met uh, heel veel uh, medische centra, maar ik moet, ik moet heel eerlijk bekennen, uh, toen ik vanochtend naartoe reed, dacht ik, ja, wat ga ik nu allemaal weer krijgen? Uh, maar uh, oprecht, ik heb maar zelden zoveel betrokkenheid gezien. Dus dat doet mij heel veel. APPLAUS en je mag best weten: twee jaar geleden deden we ook mee aan de bieding in Spijkenisse. Uh, nou, daar heb ik niet zoveel mensen uh, eigenlijk uh, voor hun ziekenhuis zien vechten, uh, terwijl eigenlijk, he, daar is het eigenlijk uh, hetzelfde gebeurd, he? faillissement, uh, mensen allemaal uh, uiteindelijk banen kwijt. Uh, ook zo'n proces met een curator verliep eigenlijk hetzelfde als dat ik tot nu toe hier heb meegemaakt. Maar de betrokkenheid die ik hier gezien heb, nou, die heb ik daar nou absoluut niet gezien. Zegt misschien niks over die mensen, dat weet ik niet. Maar ik wil het wel meegeven. Um, aan de andere kant zie je ook: ja, kom maar eens met elkaar tot overeenstemming. He, met zoveel mensen. En zo zie je in zo'n proces als vandaag: divergeren, convergeren. En uiteindelijk met iets heel concreets komen. Dat is niet makkelijk. Um, wat er staat, nou, daar kunnen we ook echt wat mee. Hè? Dus wij zullen er echt serieus uh, naar kijken. Uh, we we gaan ons, ik, ik, ik moet lip lezen. Wij gaan ons stinkende best doen. Nee, we gaan er absoluut naar kijken. En u snapt, we hebben al, natuurlijk al de nodige gesprekken gehad met uh, de medische staf. En met de, uh, de nodige medische specialisten. Uh, afgelopen week uh, ben ik elke dag uh, in het ziekenhuis geweest. Dus ik heb met uh, heel veel uh, gemotiveerde uh, verpleegkundigen gesproken. Waar je natuurlijk ook heel veel informatie van, uh, van krijgt. Uh, en dat komt heel erg overeen met wat hier staat. Uh, dus ons beeld in die zin. Uh, klopt al, dus daar kunnen we echt mee verder gaan. En ja, wij gaan nog steeds in voor een zo groot mogelijk aanbod. Daar waar we uitkomen met uh, inderdaad toch uiteindelijk de getallen. Nou, dat weet ik uh, maandag uh, concreet. Uh, en daar staat dit plan voor. Uh, ook ten aanzien van de werkgroepen, daar staan we echt open voor. Want ik denk dat je naar deze regio... Uh, en ook als voorbeeld naar andere regio's in Nederland. toch soms ook even anders moet gaan kijken. Althans, we moeten leren anders kijken. Hè? Want, uh, ja, met alle respect. we kunnen niet meer doorgaan met de zorg zoals we nu gaan. Dat is onbetaalbaar. En, uh, ja, dus we zullen soms even op een uh, andere manier moeten kijken. Ik heb vandaag hele leuke dingen gehoord ook uh, van, uh, van burgers. ook echt. die, die met, met ideeën. dat ik denk van. ja, laten we dat uh, aspect eens bekijken. Uh, want misschien hebben we dat gewoon als professionals even uit het oog verloren. Ja, op een duur heeft iedere professional. ook zijn eigen oogkleppen. En die heb ik ook. Hey, ik heb een, een bepaalde gedachte hoe ik het in wil vullen, maar ook dat is op een duur gewoon mijn beeld. En daar kan ik ook wel eens een keer uh, goed uh, ja, van afgehaald moeten worden door iemand anders in, uh, zijn blik. Dus wij nemen die projectgroepen heel serieus. Um, ja, hoe we dat in gaan vullen, daar kan ik nu concreet geen antwoord op uh, geven. Maar we zullen dat ook in afstemming doen met, uh, met inderdaad met name de medische specialisten, denk ik. Want ik denk met name hun expertise daarin vooral uh, heel erg uh, belangrijk ook is. Dank voor uh, de betrokkenheid die ik heb mogen zien. In ieder geval dank voor de gastvrijheid. Want ik heb me echt als uh, gast hier uh, gevoeld. Op een hele goede manier. Uh, dus uh, ik hoop dat we het absoluut uh, voort kunnen zetten. Dank u wel. We nemen de flaps mee. Hè? Ja, we nemen de flaps mee. Ja, ja de andere ziet ze hebben. Ik aan de Ja, oké. Okay. Beste Bisken. We hebben Joerd met je allen Ik dacht even naar je hoor een verder. Misschien maken wij dan wel een broekmeid van die zorg. Nou, ik denk dat wij met je allen dan een wisselaar bij Wat gebeurt? Dat we Joerd met zijn allen bouwt haar bouwen op de Nijersielsberg 2.0. En ik wil je al je heel hartelijk dankzeggen dat je als vrijwilligers daarvoor inzetten hebben. Want wat zullen wij wijzen zonder de belutseling van onze bevolking? Uit de hele regio van misken dit belutsen binnen in de zorg, op wat voor manier en ik. Een applausje voor jem al jezelf, ook, zou ik Ik wil erbij hartelijk dank zeggen aan Doc en voor het gebruik van de squalle, aan de ondernemers, aan iedereen dit type verlieend heeft aan dit proces. Ik denk dat we meestal al een trots wijze kennen op wat we hier hoorde, meestal al zetten haar. Maar een peer mensen hebben in het bijzonder een heel soort werk van deze dij En die zou ik toch graag even naar voren hebben. En dat ben Anke, en dat ben Klaas, en dat ben Marian en Marije. Zo'n jongen die, die presentjes. Ja, wel, is achter het de stoeltje. Uh, deze, deze vier mensen die hebben mijlkoor deze dij georganiseerd. 2300 Misken hebben ze op gesprek. Gehad. Ze hebben in 14 dagen weken, het hele proces dat zetten. Nou, ik jou Jim Te dat kon net in acht worden, Dat kan ik je wel vertellen. Daar moesten ze bijna dag en nacht voor aan het werk. Een heel hartelijk applaus voor deze misken. Nog even voor de duidelijkheid, het plan gaat ook mee naar de kopers, maar we zetten ook even op de website wwwbouwmee sionsbergnl Dus je kunt het allemaal gewoon nog weer thuis nalezen en ik wens jullie echt heel veel sterkte mee. Succes! En niet alleen het plan komt erop, maar ik heb uh, redelijk wat foto's gemaakt... Die kunnen jullie uh, via de nieuwsbrief krijgen jullie wel een link. En dan kunnen jullie ze zelf eraf halen die je leuk vindt. En dat bedank je even afgemaakt. Oh ja, en weet je, ik heb. Uh, Want we hebben echt hard gewerkt. En uh, Sikko heeft ze uh, al heel veel mensen bedankt. Maar er staat hier een paar mensen achter de camera uh, die de hele dag de livestream hebben verzorgd. Uh, ik heb. Ja, ik vind dat echt geweldig. Uh, ik vond het een uniek proces uh, wat we met z'n allen gedaan hebben. En daar hoort uh, RTV en uh, NOF zeker bij.